Op vrijdag 6 augustus werd de grote finale gehouden voor de Mr. Gay Netherlands verkiezing. 12 kandidaten stonden in deze finale en moesten zich vrijdag voor publiek en jury bewijzen wie naar huis kon gaan met de titel Mr. Gay Netherlands 2010. Op de dag zelf heeft het publiek zijn eigen voorkeur. Voor wie staan jullie hier vanavond? Voor Stefan! 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 Zijn favoriet van vanavond? Ik heb nog helemaal geen idee. Nee? Nee, nog helemaal waar laat, niet. Waar laat je dat op afhangen? Zeg je? Waar laat je dat op afhangen? Ja, het is wel het uiterlijk, hè. De jury bestond dit jaar uit tv-presentatoren Sipke Jan Bousma en Geraldine, de bekende Travisie Diva Mayday en Arie Boomsma als juryvoorzitter. Helaas ging de presentatie van de kandidaten niet op alle vlakken vlekkeloos. Kandidaat Andy Dix kwam ongelukkig ter val nadat hij evenals Joey Polman een salto probeerde te maken. Er waren verschillende rondes waarbij de jury het vragenvuur opende op de kandidaten. Ben jij nou sprakeloos als hetero vrouw? Ja, dank je. Strak in een pak heerlijk. Nou, ik wil eerst eventjes toch en weer doen. Nou, laat ze alles één voor één nog één keer naar voren komen en dan het applaus. Dan zijn wij er nu. Gaan. Joey, nog één spagaat. Kom op. Speciaal voor Geraldine. Zee! Ricardo. Dan heb je zo'n lichaam en daar doe je niks mee. Je kan dat laat je zien. De uitslag bleef spannend tot het laatste moment. De nummer 3 is geworden. Mahmoud. Mahmoud! Applaus op de rep, de nummer 3, absoluut. Nummer 2 is geworden. Joey. Joey! Applaus voor Joey, nummer 2. De follow-up, absoluut. Goeie en verdiende plek. Ja, ik ben er heel blij mee. De nummer 1, Mr. Gay Netherlands 2010, is geworden... Misha! Misha! Gefeliciteerd, Mr. Gay Netherlands 2010, eerste reactie! Ja, super. Ik was inderdaad al vergeten, begonnen met mijn huis van woorden. Maar gewoon, hier hebben we serieus van inzetten. Ik zal het dankjewel zijn. Geef hem een groot applaus, dames en heren, Misha!